Broeders en zusters, vandaag spreek ik met Brechtje Bleker en zij heeft een boek gepubliceerd dat heet Criminaliteit voor ons soort mensen. En criminaliteit voor ons soort mensen, bedoel voor jou en ik, hoe zit dat, Brechtje? Ja, het is een beetje een verwijzing naar de term ons soort mensen die vaak in de zogenaamd, met het nadruk op zogenaamd betere kringen, wordt gehanteerd. Dus ik duid vooral op mensen, bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid. Daar is het ook zo'n uitdrukking, hè, van ons soort mensen doen niet dit of ons soort mensen doen niet dat. En toen dacht ik, nou, dit boek gaat over witte bordencriminaliteit en met name over Evert Hinkst als symbool voor witte bordencriminaliteit. Dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel criminaliteit voor ons soort mensen. Dus zo ben ik er eigenlijk opgekomen op die term. Ja, even recapituleren. Het boek speelt voor de moord op Evert Hinks, is al 20 jaar terug zo'n beetje. Speelde in de Beethovenstraat, de straat, de buurt ongeveer waar jij bent opgegroeid in Amsterdam-Zuid. En toen, ter tijde van die moord, werden jouw ogen geopend. Het is helemaal niet zo'n keurige, nette buurt als ik denk, hè. Nou, het was nog iets later eigenlijk toen ik aan dit boek begon. Dus, en dat was in 2018. Maar wat jij zegt klopt helemaal hoor. De schellen zijn wel een beetje van mijn ogen gevallen. En dat is ook wel de boodschap van het verhaal geworden. Evert werd in 2005 dus vermoord inderdaad in de Gerrit van der Veenstraat. Was nog heel erg, ja, was een grote schok voor die buurt. Maar aan de andere kant, toen ik met mijn onderzoek begon in 2018, ja, ik kwam erachter dat er zoveel, zeg maar, foute mensen in die buurt woonden. En foute mensen zijn dan zowel wat wij vaak zien als criminelen, hè, dus mensen als Willem Holleder of Stanley Hillis, maar vooral ook de advocaten en fiscalisten en accountants die zich allemaal bezighouden met eigenlijk het faciliteren van de georganiseerde misdaad. Dus zorgen dat de georganiseerde misdaad het geld kan witwassen. Dat het geld op een of andere manier, dat de belasting ontdoken wordt, maar ook het geld wordt wit gewassen of op andere manieren criminelen worden gefaciliteerd. En dat is eigenlijk mijn boodschap geworden van dit boek. De echte boef, die heeft misschien niet een stoppelbaard en een eng gelaat, maar die draagt misschien wel een stropdas en een pak en woont in Amsterdam-Zuid. En werkt Dus op de dat is de Zuidas. boodschap. En werkt als Oh, advocaat en of op. notaris of dat soort dingen op de Zuidas, zullen we zeggen. Absoluut, Waarnaast ja. ja, enorm veel glimmende kantoren zijn van verrezen. Waar ik altijd denk, wat doen die mensen allemaal? Dat klinkt een beetje als Sigrid Kaag. Wie zijn die mensen? Maar, Ja. en je bent erin gedoken. Je hebt contacten met zowel fiscalisten en onderzoekers en politie, maar ook met de onderwereld, de zogenaamde onderwereld te maken vatten. En daar Ja, ben je ook heel absoluut. goed binnengekomen. Net zelfs helemaal naar Beirut gevlogen om daar een beroemde crimineel Klopt. Mink Kok te interviewen. Ja. Hoe. Ja, dat was leuk. Het was leuk om daar op bezoek te gaan. Spannend ook, maar ook leuk en vooral heel waardevol. Omdat hij me enorm veel kon vertellen over Evert Hinkst. Deels was die informatie al bekend, maar deels ook helemaal nog niet. Ik heb wel echt veel nieuwe informatie binnengekregen. En hij heeft me ook weer kunnen verwijzen naar allerlei mensen die, nou ja, grotendeels vaak, criminelen wilden vaak anoniem medewerken. En voor witte borden criminelen gold dat ook. Maar verder heb ik ook heel veel misdaadjournalisten gesproken. En de recherche en wetenschappers. En met z'n allen hebben we eigenlijk die puzzel gelegd van hoe zag dat leven van Evert er nou uit? Want toen Evert vermoord werd, dat was het, toen werd hij gezien als een advocaat die weliswaar misschien wel fout was, maar heel veel van zijn collega-advocaten, zeiden ook: nou, dat viel allemaal wel mee. Hij was gewoon een goede, misschien wel briljante fiscalist. Nou, en dat was mijn startpunt eigenlijk: van wie was Evert nou? En was hij nou echt gewoon een fiscalist of was hij veel meer dan dat? En mijn conclusie is wel dat hij zeker een witteboordencrimineel was. En ook nog eens zelf wel actief was in de georganiseerde misdaad. En Ja, dat flink is aan de natuurlijk kook niet zat wat we aan het einde. verwachten. Wat En zegt u? flink aan de kook zat aan het einde. Wat er op de Zuidas ook Ja, allemaal schijnt te gebeuren.
Nou, dat hoorde ik zo vaak dat ik het er inderdaad maar in heb gezet. Want iedereen die ik sprak zei: ja, je moet je niet vergissen. Aan het einde van zijn leven snoof hij zo ontzettend veel. En dan ga je ook waanideeën krijgen, hè, over hoe de wereld in elkaar zat. Nou, dat is denk ik bij hem ook wel gebeurd. Hij had niet helemaal meer door in wat voor wespennest hij zat. Slangenkuil, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja, maar zie je hem nou nu als een soort symbool van hoe het met witte bordencriminaliteit en witwassen en dat soort dingen toegaat? Ja, ik heb hem. Die symboolfunctie had hij ook al een klein beetje voordat ik begon. Sommige mensen zeiden dat, van hij is een mooi symbool voor de opkomst eigenlijk van die witte bordencriminaliteit. En daarmee voor de vermenging, hè, van de onderwereld met de bovenwereld. Dat is hij zeker. En wat ook aan de hand is, is dat die witte bordencriminaliteit, dat is eigenlijk dingen als fraude, belastingontduiking. De boekhouding eigenlijk bijschaven op allerlei manieren. Dat kwam precies op tijdens zijn carrière. Dus het is ook heel mooi om de opkomst van die vorm van criminaliteit, die best wel saai is, te kunnen beschrijven aan de hand van zijn leven, van Evert. Want het leven van Evert was bepaald niet saai. Daar heb ik zoveel anekdotes over gehoord, dat ik dacht, daar kan ik wel een spannend boek over schrijven. Ja. Dus zo heb ik het gedaan. En maar aan de andere kant, die witte bordencriminaliteit wordt altijd als enigszins keurig. En ja, dat zijn mensen die een paar tonnetjes fout geschreven, een paar miljoentjes hier. Maar die is enorm verweven met al de moorden. Die, zeker in de periode die jij beschrijft, met de ene is gewoon één groot bloedbad eigenlijk, dat hele boek van jou, hè? Klopt, ja, het speelt ook wel voor een deel in de periode die genoemd wordt de oorlog in de Amsterdamse onderwereld. Dus het is zeker een verhaal met heel veel moorden daarin. En op een paar van die moorden heb ik ook weer een ander licht kunnen werpen met hulp van misdaadjournalisten en criminelen. Dus dat maakt het ook spannend en leuk. Ik heb het ook echt wel kunnen herschrijven. Maar wat belangrijk is, is vooral ook dat. Kijk, Evert was zo'n witte bordencrimineel en die is bekend geworden omdat hij vermoord is. He, dat is eigenlijk de reden waarom hij zo bekend is geworden. Maar er is gewoon een leger van duizenden van dit soort fiscalisten en advocaten die onder het maaiveld blijven, waar we niks van horen. Want het is een vorm van criminaliteit die bijna niet ontdekt wordt. Omdat het natuurlijk, he, als je. Zeg maar, als je een moord pleegt, dan ga je op zoek naar de moordenaar. Of als je winkeldiefstal pleegt, dan ga je op zoek naar de dief. Maar bij witte bordencriminaliteit is juist de criminaliteit is er juist op gericht om dat te verdoezelen wat je doet. Je bent alleen maar de boekhouding netter aan het maken. Ja, En en ik het. heb ook met veel specialisten daarover gesproken. Die zeiden: nou, de pakkans is nog steeds 0,0083%. Voor een witte bordencrimineel. Dus het is zoveel groter dan wij denken dat het is. En dat heeft me wel verbijsterd, de omvang daarvan. Nou ja, wat er natuurlijk gebeurd is, weet ik dan toevallig, is dat de beste fiscalisten bijvoorbeeld bij de Fiat, die worden gewoon weggekocht. Als je echt goed in het vak bent, dan ga je niet voor een lullig salarisje bij de Belastingdienst werken. Maar dan kun je gewoon in een grote villa wonen en het geld stroomt binnen als je een paar over de jongens een paar constructies opzet. Precies, en ik hoorde dat ook van zoveel collega's feitelijk van Evert, van het is best wel moeilijk bijna om uit de criminaliteit te blijven als je in die wereld werkzaam bent. Want de verleiding is inderdaad overal, de pakkans is nihil. Er wordt in de advocatenwereld nauwelijks gestuurd op een moreel besef dat je dat niet zou moeten doen. En dan zijn er ook nog dingen als verschoningsrecht en geheimhoudingsplicht, allerlei zaken in die advocatenwereld die het, nou ja, bijna gewoon maken dat dit gebeurt. En dat is waarom het ook zo, plus dat die boeven er zo netjes uitzien. Hè? Wij zien dat niet als boeven. Wij zien nog steeds Taghi als een grote boef. Dat is hij ook, even voor de helderheid. Dat is hij Ja. absoluut. Maar deze mensen ondermijnen ook de maatschappij en die zorgen er ook voor, hè, dat gewone mensen meer belasting moeten betalen, omdat zij dat niet doen. En dat is toch wel een groot maatschappelijk probleem, denk ik, wat elke keer weer ondersneeuwt. Nou, en daar wilde ik ook gewoon een soort schijnwerper op zetten, maar dan wel met een spannend verhaal. Want ik dacht, een vriendin van mij zei ook: witte bordencriminaliteit, dat is toch saai? Ik denk, ja, dat vinden veel mensen, vond ik zelf ook voordat ik erover ging lezen. Dus het moet vooral een heel sappig, spannend verhaal zijn om dit aan op te hangen.
als maatschappelijke boodschap. Dat was een beetje zoals ik het ben gaan schrijven. Nou ja, de moord En op ik ben Evert inderdaad. staat er bijvoorbeeld in als een soort filmscenario-scène eigenlijk, goed beschouwd. Ja. Dan zie je de beelden voor je. Maar de conclusie is toch wel dat de witwasindustrie en dat soort nevenactiviteiten is enorm groot in Nederland. Nederland is gewoon een soort Absoluut. wereldwijd een van de grootste spelers in dat soort criminaliteit, geloof ik, hè? Ja, en ik heb daar ook met een aantal specialisten nog over gesproken, want ik hoorde ook van veel, zeg maar, kleine criminelen, de kleine boef, en ook wel van de kleine man, zeg maar, zoals jij en ik. Van ja, maar Bretje, er zijn toch heel veel regels tegen witwassen? Nou, en mijn conclusie is, die wel gedeeld werd door specialisten, het is vooral de kleine man en de kleine crimineel die getroffen worden of die niet meer kunnen witwassen, omdat we best wel wat maatregelen hebben genomen natuurlijk, hè. Je mag niet zomaar meer veel geld overmaken. Er zijn allerlei maatregelen om dat witwassen door de gewone man en de gewone crimineel in te dammen. Maar eigenlijk de topbedrijven en de topcriminelen, die profiteren daar nog steeds enorm van. En die lijken wel gewoon met rust gelaten te worden daarin. Ja, je zou bijna denken, en volgens mij beschrijven ze ook min of meer in jouw boek, dat die Willem Holleder eigenlijk ook maar een kleine jongen is in het hele milieu. Hè? Dat was ook niet echt de topcrimineel die iedereen zei. Hij werd in dat milieu met iedereen die ik sprak, wordt hij eigenlijk gewoon inderdaad helemaal niet zo gezien als zo heel groot. Hij is vooral door de media heel groot gemaakt. En dat is natuurlijk voor andere criminelen alleen maar fijn, want die denken, ha, de media die duikt bovenop hem, dan laten ze ons met rust. Dus dat is eigenlijk natuurlijk een prima strategie. Maar daardoor is Willem Holleder, het is absoluut een crimineel, hè? Even voor de helderheid, daar wil ik niets aan afdoen. Maar ik denk dat hij ook wel eens wat groter voorgesteld is dan hij werkelijk was. Ja. Ja, maar de conclusie van dit boek is dat Evert Hinks werd al gezien als conciliaire, een beetje naar aanleiding van al die Italiaanse maffia, Amerikaanse-Italiaanse maffiafilms, als een advocaat van de duivel, zullen we zeggen, van de onderwereld. Maar er zijn dus veel meer Evert Hinks. En ja, wat moeten we van conclusie? Het is een droeve toestand en er gaat niks aan gebeuren. Het is een oproep eigenlijk, dit boek, om er wel eens een keer wat aan te doen. Ik vergelijk het ook met eigenlijk Maar dierenmishandeling. is bijna onmogelijk, zoals jij het beschrijft. Goed beschouwd. Het is aan de ene kant onmogelijk, aan de andere kant is natuurlijk waar een wil is, is een weg. En ik vergelijk het ook met dierenmishandeling. Van, wat we met dieren doen is vaak als we ergens in een zielig weidje een oud paard ondervoet zien staan, dan duiken we daar met z'n allen op af en dan gaan we dat paard redden. En dat staat dan groot voor op de Telegraaf: paard gered. Maar ondertussen hebben we een bio-industrie waar dagelijks miljoenen beesten lijden. En dat laten we gebeuren en daar doen we eigenlijk niets aan. En dat is een beetje de vergelijking met die witte bordencriminaliteit. En natuurlijk kun je er wel iets aan doen, maar je moet er veel meer focus op leggen en je zult veel meer budgetten van de recherche die kant op laten wijzen. Want dat was ook de kritiek van de recherche. Die zei, ja, we begonnen met Klaas Bruinsma te kijken naar hoe het zat met zijn fiscale stromen en zijn geldstromen, zijn financiële stroom. En we zijn eigenlijk niet heel veel verder gekomen. Elke keer worden er toch maar weinig mensen gezet op dat financiële gedeelte. En dat heeft te maken met hoe we als maatschappij kijken naar criminaliteit. He, als Tachi wordt opgepakt, is dat geweldig. Dan gaan we ons allemaal veiliger voelen. Maar ondertussen zijn er wel heel veel mensen die de maatschappij wel ondermijnen en waar we eigenlijk niks aan doen. Ja, dat zijn ons Nou. soort mensen die ook allemaal aan de Zuidas werken en in de Beethovenstraat en omgeving wonen. Zeg maar Amsterdam-Zuid, veel fout geld. Vertelde ook een bewoner mij dat goed. Brechtje Bleker, Criminaliteit van ons soort mensen heet haar boek, beste kijkers. Het is een spannende page-turner en het is maar dat u dit weet. Hé, hey Brechtje, ik wou tegen ze zeggen, bedankt.